Het kantelmoment. Wanneer vraag je palliatieve zorg? Veel mensen wachten te lang om palliatieve zorg in te schakelen omdat ze vinden dat ze het zelf allemaal maar moeten kunnen zorgen voor je dierbaren. Of omdat de stervende misschien vindt dat hij of zij zelf nog niet ziek genoeg is. Maar palliatieve zorg kan je inschakelen vanaf dat je weet dat iemand ongeneeslijk ziek is. Dat kan nog dagen, weken, maanden, maar ook jaren duren. Bij ons was het kantelpunt toen we de palliatieve zorg vroegen om eens langs te komen, bij mijn moeder thuis. De verpleegster die op bezoek kwam, die gaf hele eerlijke en duidelijke antwoorden aan mijn moeder. En die liet ook meteen merken dat de palliatieve zorg er voor ons was, de mantelzorgers, om de zorgen voor ons lichter te maken. En doordat dat gebeurde, konden wij, de familie en mijn moeder, op een veel fijnere manier afscheid nemen.